De Heuvelingprijs, de Arnhemse architectuurprijs voor de beste nieuwbouw, is in de jaren 90 in het leven geroepen door de gemeente Arnhem Dagblad De Gelderlander om lokale architectuur te stimuleren. Deze prijs wordt sinds 2008 georganiseerd door CASA en zo ook deze 12e editie. Voor deze 12e editie zijn 7 finalisten in de race. Die finalisten presenteren zichzelf in dit filmpje. Ga daarna naar onze website en breng je stem uit. Over the past 6 years, we at Divica Allen have designed the Klingelbeek Estate, where the Boskebouw is one of 8 buildings that form a new community as extension of the Klingelbeekse Weg and in relation to the Rhine. From the beginning, the park with its impressive trees has been at the heart of the project. So during the past years, we have collaborated together with Bureau Haro and Weg Landscapes to create a diverse and rich natural setting. Palladius Villa Rotunda inspired us to develop a building that has no front and back, but instead 4 main facades, where each facade addresses its context in an equal manner. Seen from the inside, these interior and exterior columns seem to become one with the surrounding tree trunks, connecting the inside with the outside in a pragmatic and playful way. Another crucial element of the Boskebouw is the generosity that we have given to the balconies. We have treated the outdoor spaces with the same care as the internal living areas and the shared park landscape. The balcony wraps all facades and is articulated with different depths. You can walk around your entire apartment along the exterior, similar to a one-family house, but on every floor. This space sets an important and communicative threshold to the otherwise shared park, with spontaneous connections that open up different ways to wander around Klingelbeek. Our interest was to create a building that is stripped down to its essential elements to avoid design gesture and instead move the focus to the structure itself and the surrounding landscape. The few materials and colors we work with each follow a function and aim for quality. Seen from the outside, the building seems to lift off the ground as the open garage on the lower ground floor connects to the landscape. For all rooms, we try to create a connection to the outside. Thank you very much. Eldeburen is gerealiseerd volgens het inclusief woningconcept, wat een oplossing biedt voor ouderen om thuis te kunnen blijven wonen, in een vertrouwde en eigen omgeving, waarvan ze al actief deel uitmaken. Verschillende maatschappelijke thema's komen samen, zoals sociale cohesie in de wijk, doorstroming op de woningmarkt, betaalbaarheid van wonen, levensloopbestendig, vereenzaming en stijgende zorg- en WMO-kosten. Eldeburen en inclusief wonen bieden hiervoor een oplossing. Het gebouw is daarvoor specifiek ontworpen rondom een gemeenschappelijke en openbare hof waar de buren elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan hun leefomgeving. De buitenruimtes bij de woningen zijn zo ontworpen dat de buren elkaar zowel horizontaal als verticaal kunnen ontmoeten. Aan de hof ligt ook een ontmoetingsruimte waar de buren regelmatig bij elkaar komen voor activiteiten, om koffie te drinken of om samen te eten. We zijn er trots op Eldeburen te hebben kunnen realiseren voor Portaal, die de woningen allemaal sociaal verhuurt. We staan hier op de bovenste verdieping van het gebouw voor Hoogwecht, een bekend familiebedrijf in Arnhem, die besloten om vanuit de rand van de stad een plek te nemen in het centrum, vlak achter het Centraal Station, maar ook aan de Burgemeesterswijk. Dus voor mij de opgave als architect om een gebouw te ontwerpen dat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever, maar ook aan de wensen van de stad. Het moet zich verhouden tot het stadcentrum, maar ook tot de gevoelige buurt. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben een hele mooie slijpsteen ontworpen die in het profiel van de stad eigenlijk de verschillende richtingen in zich opneemt en vanaf elke kant een ander aanzicht van het gebouw oplevert. Dat geeft een gebouw dat er van elke kant net iets anders uitziet, vanaf elke kant net iets anders doet en wat mij betreft heel mooi past tussen het meer moderne karakter van het stationsgebied aan de ene kant en aan de andere kant de ambachtelijke Burgemeesterswijk. Een gebouw met veel groen eromheen, met een mooi dakterras waar de werknemers naar buiten stappen, maar waar ook hopelijk de bewoners van Arnhem met heel veel plezier omheen bewegen. Tech Plaza.
heeft een grote maatschappelijke waarde, want in dit gebouw worden de vakmensen van de toekomst opgeleid. Daarom hebben we een heel aangenaam, licht, ruimtelijk gebouw gemaakt met een stoere technische uitstraling. In het sociale hart van het gebouw, het atrium, hebben we een multifunctionele tribunetrap gemaakt die helemaal omhoog slingert en alle verdiepingen en opleidingen met elkaar verbindt en uitnodigt tot interactie. Circulair materiaalgebruik is natuurlijk heel belangrijk. Daarom hebben we het bestaande laboratoriumgebouw op de locatie volledig hergebruikt, geïntegreerd in het gebouw. Met zo weinig mogelijk nieuwe virgin materials. En de nieuwe materialen zijn natuurlijk zo duurzaam mogelijk. Het gebouw is heel transparant, daardoor zie je het beroepsonderwijs goed. En TechPlaza maakt daardoor van de NK Campus echt een kennislandschap. Welkom in dit hele mooie appartement dat onderdeel uitmaakt van Transzoom. Transzoom ligt midden in het centrum van Arnhem op een hele mooie plek en maakt onderdeel uit van de stedelijke verdichting rond de Eusebiuskerk. En tegelijkertijd ook heel mooi aan de Jansbeek die hier vlakbij langs het pand richting de Rijn loopt. Het project bestaat uit 9 stadsvilla's en 6 appartementen. En die hebben we in 1 blok en in 1 architectonisch gebaar ontworpen. Maar in de detaillering hebben we een en ander zo opgepakt dat je de verschillende woningen heel goed kan onderscheiden. Binnen het project was het heel belangrijk dat we een programma zouden maken, een woonprogramma zouden maken, dat voor meerdere doelgroepen geschikt zou zijn. Dus voor ouderen in een mooi appartement, zelfs een penthouse. Maar ook woon-werkwoningen voor gezinnen, maar ook voor iemand die een fotostudio beneden op de begaande grond kan houden. Nou, verder hebben we veel aandacht besteed aan het vergroenen van het project. Dat zie je door de bewoners al gebeuren aan de trans. Maar op het binnenterrein hebben we veel aandacht besteed aan het mooi oplossen van het parkeren. En tegelijkertijd een heel mooi groen dek met bomen erdoorheen te realiseren. Zowel de locatie, het wonen en het werken als de uitstraling van het gebouw is zeer uitgesproken. Hier wonen en werken is echt een statement. Laat je zien. Kies Transzoom. We staan hier op de grens van de oude binnenstad en de wederopbouw. En dit plan is in essentie een ode aan de wederopbouwarchitectuur van Arnhem. En het is geïnspireerd op het oude naoorlogse woongebouw met winkels dat hier stond. Die wederopbouw zie je ook goed terug in de gevels en in de karakteristieken zoals die grote horizontale witte banden, die verticale penanten en die grote ramen waar veel licht door binnenkomt. Aan de voorkant zie je daarmee de dynamische stad, maar aan de achterkant is een prachtige, rustige, grote groene veranda. Op het dak liggen veel zonnepanelen en dat maakt het gebouw energie-neutraal en daarin komen oud en nieuw mooi samen. En als ik nu over het plein loop, dan ervaar ik de stedelijke kwaliteiten van de stad zoals we die nu wensen. Maar tegelijkertijd voel ik ook de geschiedenis van Arnhem. En die continuïteit tussen oud en nieuw geeft het gebied identiteit en betekenis. En dat maakt het een bijzonder gebouw. We zijn in de Turfstraat. Het is een huis midden in het centrum, aan het plein waar het filmhuis ook staat. En de kerk staat hier op 50 meter afstand. Een hoog raam achter mij als venster op de stad, ook op de kerk natuurlijk. Ja, we wilden eigenlijk een mooi beeld geven van de stad. En nou, de stad kijkt ook terug het huis in. Aan de achterkant van het huis is meer privé. Daar kun je terugtrekken en heb je een groot terras op de eerste verdieping als buitenruimte. Het huis is opgebouwd uit één groot volume van beton. Dat betonnen volume is onderverdeeld in houten volumes. Dat zijn eigenlijk verschillende plekken, zoals op de begane grond een volume voor een bed and breakfast. In dat volume zit een badkamer en kun je bovenop slapen. Er zit een heel lang volume in, vanaf de begane grond tot het dakterras. Daar zitten toiletten in, een keuken. Dat is eigenlijk een soort facilitair blok. Er hangt hier boven mij een volume als een soort van tv-kamer. En op de bovenste verdieping heb je een slaapmeubel. En dat meubel heeft verschillende bedstedes. En al die meubels bij elkaar vormen de sfeer en definiëren de ruimte van het huis. We zijn heel blij dat we genomineerd zijn. Echt een woning die, waardoor je doorheen moet gaan. Een soort avontuurlijk huis met hoge trappen, loopbruggen. Nou ja, een woning die je moet beleven.